Rijn, jij brengt voor de Fietsersbond allerlei wegen in kaart. Maar er zijn heel veel apps. En wat maakt deze app nou zo bijzonder? Het bijzondere is dat je inderdaad, je kan van deur tot deur een route maken. Je kan kiezen voor door de natuur of een racefiets. Je kan je eigen routevoorkeur invoeren. Hij is gemaakt van fietsers voor fietsers. Hè. Dat wil zeggen, de input doet een vrijwilligers. En alle fietsers kunnen er gebruik van maken. Ja, en deze wijk hier bijvoorbeeld, hè, is de oude Saxe Weimar-kazerne. Hoort dat dan ook bij een aanvulling? Maak je dat dan weer helemaal... Ja hoor, en dan ga je met je GPS-apparaat of met je telefoon... ga je door die wijk fietsen of lopen. En je kijkt niet alleen naar de straatnamen, maar ook naar de... Is het zijn klinkers, is het asfalt, okay. Of is het verlicht? Nou, meestal wel natuurlijk. Staan de paaltjes of fietspaden bij invoeren. Hij wordt door vrijwilligers wordt hij ingetekend en aan elke weg worden kenmerken toegevoegd. En dat maakt het ook mogelijk om verschillende soorten routes te selecteren. Dus op die manier kunnen we een route selecteren die een recreatieve route is. Een route wat meer door het groen. Of juist een snelfietsroute die niet over klinkers gaat, maar alleen over het asfalt. En zo is de routeplanner gewoon heel specifiek. Het is leuk dat mensen die uit Groningen, die op Veluwe komen fietsen... Dat je dus voor die mensen de knoppen er goed in kaart hebt, in een planner hebt staan, zeg maar. Ja, dus je moet wel van het precieze en het nauwkeurige houden. Nou ja, het is een beetje mijn achtergrond. Ik heb in een laboratorium gewerkt. Dus, oh, dat zit er een beetje in. Dus je moet een beetje precies werken. We willen eigenlijk door het hele land een groep vrijwilligers hebben. Zodat iedereen in zijn eigen woonwijk, in zijn eigen stad, eigen regio... al fietsend de regio kan ontdekken. De fietspaden en de wegen. En op die manier kunnen we de kennis in beeld brengen. Kunnen we iedereen zijn eigen gebied in beeld laten brengen. En samen maken we dan de fietsrouteplanner zo compleet mogelijk. Nou, dit is waar we nu staan. Dit is Omroep Gelderland. En vervolgens een verschillend routetype. We kunnen voor de makkelijk doorfietsroute kiezen. De kortste route, de racefietsroute. Willen we bijvoorbeeld een natuurroute, mooi door de bossen, selecteren we die. Wij zorgen ervoor dat elke vrijwilliger een instructie krijgt. Hij krijgt een groot handboek met filmpjes en informatiebijeenkomsten. En bij vragen kunnen ze altijd bij ons terecht. Oké. Hoeveel mensen heb je nog nodig? Zoveel mogelijk. En dat maakt ook niet uit in je vrije tijd, wanneer je het maar wil. Ja. Al wil je even niet, dat kan ook. Precies, ja. Je hoeft er niet een bepaald uur per week aan te zitten. Kan gewoon als je er tijd voor hebt en als je er zin in hebt, ga je er lekker mee aan de slag. Houdt u nou ook net zoals Rijnt van fietsen? En vindt het ook leuk om lekker nauwkeurig die boel lekker bij te houden, die kaarten up-to-date te maken? Ga naar onze site gelderlandhelpt.nl en daar zie je hoe je iets voor de Fietsersbond kunt betekenen op dit gebied.